Als we op een knopje klikken, of we daar dan dus een modaal kunnen openen. En het liefst ook met de inhoud nog. Eens kijken of we het modaal kunnen openen. Dan gaan we eerst zorgen dat die natuurlijk ook in het object komt. In het object modaal venster. We hebben hem hier al staan en we kunnen hier nog eentje toevoegen. En dat is bijvoorbeeld alle knoppen. En dat is natuurlijk ook een object of een property die we graag willen hebben. En dat is dus het document. Print query selector all. En dan gaan we weer opzoeken welke dat zijn. En dan moet hier natuurlijk ook een comma achter staan, zodat we dat in een als eigenschap daar hebben staan. Je kunt ook nog een enter geven, zodat het wat makkelijker leest. Dit zijn dan alle properties. En hieronder alle methods. En dan moeten we even zoeken in de CSS waar hier dus die modale knoppen in zitten. En kijken of ik die ook hier zo knopt. Ja, punt modaal knop. Dat zal hem zijn. En dat is niet alleen met images natuurlijk ook. Er zijn ook nog de inlogvensters waar natuurlijk ook die modaal knoppen in zitten. Dus die hebben ook die Klaas modaal knop meegekregen. Goed, dat zit dan in het object. We gaan kijken natuurlijk of dat tot een foutmelding leidt. Hier zo tot nu toe niet. We kunnen daarna nog bij het initiëren hier zo. Dat comment neerzetten. Initiëren. Dat is dus inhoud, verwijderen en knoppen, event geven. Dus we gaan die knoppen nu selecteren en dat doen we natuurlijk ook met een for dus, want ze moeten ook nog weer met al die elementen door. En dat is ook hier zo. En je ziet ook natuurlijk met dit hier zo dat ook hier de variabelen i lokaal zijn. Want die werken alleen maar binnen die for loops. En dan gaan we kijken. I kleiner dan het modaal venster. Punt alle knoppen, punt length. Voor alle knoppen moet dat doorlopen en i++. Goed, dan geven we dus dat element hier wat erin zit. Dus dan is dat modaal venster, punt alle knoppen. Het ieder element. Die geven een event listener. En event listener. En die event listener, dat is dus natuurlijk in dit geval weer een klik. En dan gaan we daarna het een en ander beschrijven. Dus is dan weer een functie en die geven we dan het een en ander mee. Er komt straks nog wat meer bij. Maar we starten in ieder geval met modaal venster. Punt open. Daar gaan we ze maar mee beginnen. Kijken of we die dus dan open kunnen krijgen. Dus we versen de pagina, we hebben hier zo staan, we pakken hier deze en hier hebben we het modaal venster wordt geopend. En ook op een andere knop kan je klikken en je kan ook op de login klikken en ook daar wordt steeds het modaal venster geopend. Dus dat is wel prima. Dan gaan we vervolgens de inhoud er nog eventjes pakken. En die inhoud kunnen we natuurlijk ook uit het object modaal venster halen. Dat is wel prettig als je zo'n modaal venster hebt. En die zet ik hier eventjes boven. Een tapje hier zo.
En dan zeggen we hier zo, maak even een variabele inhoud. Let inhoud is. En omdat we toch met die iterator bezig zijn en we hebben dus dezelfde volgorde van de knop als de inhoud staan, dan is dat ook weer gelijk uit het modaal venster te halen. Modaal venster, dan pak ik daar de inhoud. Dus dat is in dat geval, hier staat die boven, daarboven nog bijvoorbeeld, hier punt alle inhoud. Dan pak ik ook daar het ID-element van. Die staat er helemaal mooi in. Dan kunnen we dan vervolgens die open voorzien van een argument. En dat is wat ik dan meegeef, is dan inhoud. Die wil ik dan ook graag in die modale venster geopend hebben. Dan moet ik dat natuurlijk ook wel in het modale venster even regelen. En dat is dan hier het modaal. En dan kunnen we dan hier zo het modale venster dus ook een argument meegeven. Dat is bijvoorbeeld het element, wat je hem, element... Zo, lm. Nee, dat wil ik niet. Lm. Zo, daar staan we hem dan. En dat element, dat geven we dan nog... die stoppen we natuurlijk ook in het modaal. We hebben hier het modaal gemaakt. Maakmodaal. En dan kunnen we hier natuurlijk ook geven... dat we dan zeggen... this.modaal... En dan hier zo nog een tapje. Nee, modaal, spatie, tap. Punt, append child. En dan geven we daar dat element in. Dat is dus een DOM element. En die kunnen we daar nog gewoon invullen. Goed, we slaan dit op. En we gaan kijken of die dan dus ook wordt toegevoegd aan het modaal. En die sluit dan ook modaal toegevoegd. Hij gaat in de verkeerde volgorde, nu zien we hier. Maar dat gaan we straks omdraaien. Verder de pagina. En dan hebben we hier zo staan en dan zien we ook hier beneden de sluitknop. En dat is dan ook het gevolg wat we dan hebben. Dus dan is dat dus wel werkend. Alleen wil die sluitknop eerder hebben. Nou, dat is makkelijk geregeld. En we pakken deze hier zo. Dat die append child hier zo. Die knip ik weg. En die plak ik daarboven bij. En dan verversen we hier de pagina. En dan hebben we volgens mij... al een heel deel van ons project gedaan. Hier een login nog met een mooi sluitvenster. En we kunnen natuurlijk nu ook in tegenstelling tot de eerste oefening ook op het achtergrondje klikken, wat dan ook mooi werkt. Goed, kijk ik nog eventjes naar deze. Dan even kijken of hier, als ik nog een wat kleiner venster heb, is nog een klein detail, maar dat ga ik dan de volgende video nog even oplossen.